wat ik heel interessant vind aan documentaires is dat je de realiteit probeert te vangen en daar een vorm aan probeert te geven. Ja, dat heeft me altijd al heel erg gefascineerd om een mooi beeld te maken van iets wat zich voor mijn ogen afspeelt. Ik denk dat al mijn films op een bepaalde manier over transformatie gaan. Dus over hoe mensen op een bepaalde manier zich transformeren of boven zichzelf uitstijgen door de kunsten die ze maken of door de kunstuitingen die ze maken. En ik denk dat een groot gedeelte van mijn films daaronder valt, ja. Schilderij in de film is dat je het echt geboren ziet worden. Dus van helemaal niets tot één groot familieportret. En toen we de film begonnen, toen we begonnen met draaien, toen sneeuwde het op een dag. En de hele tuin was wit en het doek was nog helemaal wit. Heel maagdelijk en onbesmet. Toen dacht ik, nou, dat is misschien wel een heel mooi openingsshot voor de film. Om Dora door die smetteloos witte tuin naar het witte doek te zien lopen en de eerste streken erop te zien zetten. Een soort symbolisch begin vanuit het wit en dan het schilderij zien groeien door de film heen. Dus het is niet zo dat ik dat bedacht heb van tevoren, van nou, ik wil een besneeuwd landschap en daar loopt zij doorheen. Maar toen het sneeuwde kwam ik eigenlijk op dat idee. Het stond niet in een script. En het feit dat zij mij ook weer schildert is ook eigenlijk spontaan ontstaan. Dat ik dacht, ja, dat is eigenlijk heel mooi als ik voor haar poseer. En zij poseert in de film in feite ook voor mij. Dus om tijdens het filmproces ook met haar te praten over dat portretteren. Dus het is symbolisch en letterlijk tegelijk. Twee kunstenaars die elkaar op een bepaalde manier bekijken. Ik bekijk haar met de camera en zij bekijkt mij met de kwast. Ja, dus lijk ik een beetje. Mira, todo lo que nace muere, Sonia. Los árboles, las plantas, nosotros. Pasa que no los planteamos hasta que nos llega la hora de la realidad. Aunque sea desagradable ver un toro tuyo que muere, yo creo que una de las muertes más hermosas y más bonitas que hay es la de un toro bravo, ¿no? En er is wel vaak gezegd dat mijn documentaires eruit zien als een speelfilm. Maar dat zegt eigenlijk meer
over de mensen die dat zeggen dan over mijn films, denk ik. Want ja, iemand heeft mij bedacht of het is blijkbaar in het leven gekomen dat, dat een documentaire een beetje slordig en hotserig beeld is. En dat speelfilm heel esthetisch en strak beeld is. En dat als een speelfilm een beetje bewegende camera heeft, dat het dan documentaire-achtig heet. Maar ja, ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat iets wat heel esthetisch gefilmd is, of heel mooi of strak of mooi uitgelicht, dat dat nog steeds documentair kan zijn. Que Dios nos dé salud y que todos los que vayan vengan con salud y suerte para todos. Zou dit niet doen, die telefoon, zoals je doet. Hallo, zo. Pak de telefoon, sowieso. Ja, pak de telefoon. Pak de telefoon. Ja, zo. Bring out the pump, dig the habit. Blood brothers, junk wives. Wild mothers got to pay the price and hit my soul. Control over paradise. Came to win. Je moet inhaken op de dingen die er inderdaad gebeuren om je heen en dat proberen in je vorm te passen van je film. Ja, dus bij documentaire denk ik dat het belangrijkste is dat je blijft improviseren. Op het moment dat je film al helemaal vastgelegd hebt in je hoofd, dan kan je beter speelfilms gaan maken. Keramiek op openbare plekken. Keramiek op straat. Que a lo mejor en España no te hubieras. Maar je bent het toch met me eens dat het qua beeld gewoon dit niet echt zo. Nee. Maar dat hoeft ook niet. Het is toch heel mooi als je dit als een. Para mí, voor mij, el arte es la vida. Op zich is dat wel ook een hele mooie openingsquote. Ik ben niet zo geïnteresseerd in het verzinnen van een verhaal. Ik vind het interessanter om te kijken wat er ergens gebeurt en daar dan zelf een verhaal van maken.